Kan misschien nog iemand later deze uitzending binnendruppelen. Dat is dan voor u blijkbaar bijna niet merkbaar, dus daar hebben we geen last van. Dus we gaan vast beginnen. Welkom allemaal bij alweer de zesde sessie in deze serie. Vanavond gaan we het hebben over de integrale ketenaanpak. Mijn naam is André Oldenkamp en ik mag u vanavond door deze sessie heen leiden. De ervaring leert dat dat allemaal vanzelf gaat. Dus ik ga ervan uit dat dat vanavond ook gebeurt. Als het echt in de 100 loopt, dan zult u mij horen ingrijpen. Maar ik denk dat het allemaal gaat goedkomen. Ik zie een heel lijstje met namen. Ik zie ook weer nieuwe namen op dat lijstje staan. Dat kan enerzijds zijn omdat u inlogt met een andere account. Maar ik ga er ook vanuit dat er weer nieuwe mensen tussen zitten. Welkom. En ik zie ook bekende namen staan ondertussen. En, ik hoop dat we vanavond een mooi programma kunnen bieden. Voor vanavond geldt ook dat er een opname wordt gemaakt, want het blijkt dat veel mensen ook deze uitzending terugkijken. Gemiddeld tussen de 80 en de 100 mensen kijken de livestream terug. Dus we gaan er ook vanuit dat we vanavond gewoon de opname maken en kunnen plaatsen op het YouTube-kanaal van de Stichting Kind. Daar is die terug te zien. Vanavond mag u vragen stellen. Dat mag tussendoor. Dat mag vanaf nu al. U kunt het handje opsteken, het digitale handje. U mag ook een vraag stellen in de chat, dan zien wij die voorbij komen en dan zal ik die aan de sprekers voorleggen. Voordat we gaan beginnen en voordat ik de sprekers voorstel, dan gaan we even kort terug naar de vorige sessies. Ik zei het al, dit is de zesde en de laatste overigens ook in een serie van zes. En we gaan even terug, heel kort, naar de eerste sessies. En ik vraag even Nicole om de sheet eentje op te schuiven. En de eerste sessie werd genoemd het dier centraal. En hier ziet u de groene bolletjes, dat zijn de prestaties van de hoeve over het afleveren van varkens. En wat je ziet in deze grafiek is dat ze eigenlijk veel eerder op gewicht zijn dan het gemiddelde. Met andere woorden, het concept werkt goed en biedt een goede kans. De tweede sessie, dat was de sheet even doorgaat, Nicole. Ging over het voer en wat daar eigenlijk centraal stond was, dat voer is heel erg belangrijk, hè? Want het varken is een topsporter. Maar het ging er ook heel erg over, hoe krijg je nou als varkenshouder zelf de regie over die keten en over dat voer, zodat je ook weet wat er met je dieren gebeurt. De derde sessie die ging over de stal. En het is zo dat het concept van de stal van de toekomst kan toe worden gepast in de bestaande stal. Dus je hoeft niet alles weg te halen en opnieuw te bouwen, maar het kan in bestaande situaties worden toegepast. Dat is wel maatwerk, maar dat is eigenlijk de crux van het verhaal. Dagontmesting is daarin een belangrijk onderdeel. De vierde sessie ging over die mest, de verwerking van die mest. En dan zie je met name dat de emissies afnemen. De volgende sheets gaat daar ook nog over. En dat het dus de moeite waard is om de mest op die manier te verwerken. Want ook als je kijkt naar de scenario's die hier staan, dat kunt u uitgebreid terugkijken met het verhaal van de heer Verdoes van de WUR. Dat er in het volgende scenario nog een stap mogelijk is door er nog meer stoffen uit te halen. En op die manier ook te laten zien dat dat een heel groot effect heeft op het totaalplaatje van de keten. Sessie 5 ging over data en monitoren. Ik heb een plaatje gebruikt van Rut van der Haar, varkenshouder uit Overijssel. En zij gaf dit plaatje te zien waarop weer blijkt zeg maar, dat de groei van de varkens eigenlijk gewoon heel gunstig verloopt bij het toepassen van dit concept. En dit ging met name ook als je de dieren digitaal volgt. Nou, dat gaan we vanavond ook weer terug horen. Ik heb stiekem de presentaties mogen zien, dus ik weet dat dat vanavond ook weer voor een klein deeltje terugkomt. Als ik naar die hele keten kijk. Dit waren de afgelopen sessies. Ik kan dat natuurlijk nooit samenvatten. Maar u kunt het allemaal terugkijken op het YouTube-kanaal van Kind. U krijgt daarover ook iedere keer een mail met daarin de link naar zowel de presentaties als naar de stream, of livestream van. Nee, dat is dan geen livestream meer natuurlijk. Maar naar de stream van de uitzending. Die kunt u gewoon terugkijken. En vanavond gaan we het hebben over de integrale ketenaanpak als laatste onderdeel van deze zes sessies. We hebben twee sprekers. De eerste spreker is Frank Steenbreker. Frank is van ABAP Agro Advies. En die gaat iets vertellen over sturen op rendement. Nou, dat zijn vragen die al regelmatig gesteld zijn. Dus
Vanavond krijgt u daar een toelichting op. De tweede spreker, dat is Jaap de Wit junior, de directeur supply chain van Westfort. En bovendien ook voorzitter van de stichting Keurmerk Duurzaam Varkensvlees. En die gaat het hebben over de integrale ketenaanpak. Maar we beginnen bij Frank Steenbreker. Ik zou willen zeggen, stel jezelf nog even voor, Frank. Je hebt een aantal minuten de tijd, 30 minuten hebben we afgesproken maximaal. En daarna krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Maar als u nou vragen tussendoor hebt, ik heb met beide sprekers afgesproken. Het mag interactief, dus u mag gewoon de uitzending onderbreken en dan gaan wij u vragen laten stellen. Dus voelt u zich vrij om dat te doen. Frank, mag ik jou het woord geven? Ja, dankjewel. Ik hoop dat ik te verstaan ben. Luid en heel goed, dan ga ik mijn dia ga ik even delen. En als het goed is, is nu de dia gedeeld voor jullie. Dat is goed, we kunnen hem zien, Frank. Oké, okay. Nou, op zich, mijn naam is Frank Steenbreker. Ik ben werkzaam voor ABAP. En aan mij is gevraagd om vanavond jullie mee te nemen in het thema stuur op rendement. Stuur op rendement is natuurlijk bij iedere keuze die je als ondernemer maakt in de wijze waarop je je bedrijf inricht, voor welk concept je gaat produceren of welk huisvestingssysteem je gaat kiezen, is natuurlijk altijd van belang om het rendement hoog te houden. En vanuit ABAP gebruiken wij daar het kerngetal productieresultaat voor. Productieresultaat per 1000 euro huisvestingswaarde. Daar zal ik jullie het een en ander over vertellen. De toepassing daarvan voor verschillende stalsystemen, verschillende concepten. En daar is bijvoorbeeld de stal van de toekomst kan daar een voorbeeld van zijn. Nou, zoals André al aangaf, ik ben dus werkzaam voor ABAP Agroadvies. Een adviesonderdeel van ABAP. Nou, op zich, de onderwerpen die de andere bijeenkomsten al naar voren zijn gekomen, die zien jullie hier nog een keer in beeld. Die heeft André netjes toegelicht net. En in feite is het vandaag is het de beurt aan mij en aan Jaap om in te gaan op integrale ketenaanpak. En ja, op zich, ik hoop dat jullie het mij niet kwalijk nemen dat ik in mijn functie, dat ik vooral ga kijken naar stuk rendement op bedrijven. Want uiteindelijk, we kunnen allerlei systemen, allerlei concepten kunnen wij bedenken. Maar uiteindelijk draait het ook om rendement. Naast natuurlijk een stuk arbeidsplezier moeten we natuurlijk ook naar het rendement kijken. En daar wil ik jullie vanavond in meenemen. Nou, op de volgende dia. Het kan zijn dat er wat vertraging zit als ik van de ene dia naar de andere dia toe ga. Dus daarom wacht ik dus heel eventjes als de volgende dia in beeld komt. Ja, wat zijn nou de uitdagingen voor de varkenshouderij de komende jaren? Nou, op zich, de pers staat er vol van. In gesprekken met klanten, in gesprekken met ondernemers, ook in gesprekken met de periferie. Belangenbehartigers hebben natuurlijk heel veel over dit soort thema's. Van, ja, wat zijn nou zaken die zeg maar, de komende jaren gaan spelen? Uiteraard is het diergezondheid. We hebben natuurlijk een bepaalde ambitie en uitdaging op diergezondheid als sector zijnde. Dierenwelzijn. Dierenwelzijn, wij houden op dit moment varkens op een andere manier dan dat we dat 20 jaar terug deden. En in feite, als we 5 jaar verder zijn, die tijd is korter dan dat we misschien denken. Ook dan houden we varkens op een hele andere manier dan dat we vandaag doen. Nou, de emissies is natuurlijk een onderwerp wat ook in de hele stikstofdiscussie, CO2-discussie en geur wat natuurlijk een rol speelt. Nou, op zich, in plaats van dat we eigenlijk aan het eind van de stal iets willen gaan doen, willen we steeds meer brongericht gaan werken. En uiteindelijk moeten we ook arbeidsplezier in ons sector houden. Om het voor onszelf plezierig te hebben. Maar ook om voldoende medewerkers in de sector te kunnen trekken en te blijven motiveren en boeien om in onze mooie sector te kunnen blijven werken. En ja, ik heb er een paar euro's bij naast gezet. Uiteindelijk hoort er ook rendement bij. Die schorsing moet natuurlijk wel blijven roken om die ambities die wij voor de toekomst hebben, die uitdagingen, om die ook met elkaar waar te kunnen maken. Nou, op zich, wij willen eigenlijk graag dat de wens van markt, de wens van sector, dat we daar in feite een financiële vertaling van maken. Nou, ik gebruik daar nu de stal van de toekomst als voorbeeld voor. En eigenlijk willen kijken naar rendement op geïnvesteerd vermogen. En ik vertelde jullie al dat wij daar het kerngetal productieresultaat voor gebruiken.
Nou, waarom moeten wij sturen op rendement? Sturen op rendement is best lastig. Want hoe meet je nou rendement? De bedrijven worden steeds diverser. De verscheidenheid wordt steeds groter. Er ontstaan steeds meer variaties in concepten, in manieren van huisvesting, in markten waarvoor je kunt produceren. En zodoende merkten wij gewoon als ABOUT zijn dat we een behoefte hebben aan een uniform kerngetal om rendement over de verschillende varkensbedrijven met elkaar te kunnen vergelijken. En uiteindelijk willen wij de focus richten op het rendement op geïnvesteerd vermogen. En als je dan je strategie of resultaten wijzigt, moet de feit ook meteen merkbaar zijn wat dat voor het rendement op geïnvesteerd vermogen, wat voor invloed daarop heeft. Nou, zo doen dus het kerngetal productieresultaat. Nou, hoe komen we aan het kerngetal productieresultaat? Nou, op zich, we beginnen met boerwinst. Nou, het kerngetal boerwinst is natuurlijk voor iedereen helder. Aankoopdieren, verkoopdieren en voerkosten. Die voerwinst die meten we uit ten opzichte van een sectorgemiddelde. Binnen ABAP beschikken we over voldoende data van de verschillende typen varkensbedrijven om daar een vergelijking mee te kunnen maken. Vervolgens halen we daar de toegediende kosten vanaf. Zoals gezondheid, overige beheerkosten, energie en mest. Dan blijft daar in feite saldo blijft over. Ook daar maken we een vergelijking ten opzichte van sectorgemiddeldes. En vervolgens gaan we daar de arbeidskosten in mindering brengen. En arbeidskosten is niet alleen wat je aan een derde betaalt, aan een medewerker betaalt, maar ook zeker een vergoeding voor de ondernemer zelf. En dan resteert de productieresultaat. En de productieresultaat, dat delen wij volgens op de mate van huisvesting wat op een bedrijf aanwezig is. Dus we inventariseren welke huisvesting is op een bedrijf beschikbaar. En volgens gaan we dus de productieresultaat delen op die huisvesting. En zo drukken wij het productieresultaat uit per 1000 euro huisvesting. En daarmee kun je in feite al hele verschillende type bedrijven, kun je eigenlijk per 1000 euro huisvesting met elkaar gaan vergelijken. En uiteindelijk kun je daarmee, ik heb niet voor niks een afbeelding van appels en peren erbij gezet. Daarmee kun je op het oog wat appels en peren zijn, een suffolkbedrijf of een biologisch bedrijf, die kun je heel goed met elkaar op basis van rendement gaan vergelijken. En zo kun je bijvoorbeeld ook een concept, een systeem als stal van de toekomst, met specifieke eigenschappen, met bepaalde investeringsachtergronden daarin, ook de resultaat die erbij hoort, die kun je in feite met elkaar gaan vergelijken om daarmee zeg maar op een productieresultaat per 1000 euro huisvesting uit te komen en het rendement inzichtelijk te maken voor die stal en voor die ondernemer. Nou, wat moeten wij nog met dat productieresultaat vervolgens gaan doen? Nou, we moeten in feite onderhoud plegen aan de stal. We moeten hem nog verzekeren. We hebben wat algemene kosten. En ik wil ook rente kunnen dragen. En ik wil de stal ook weer kunnen aflossen. En in feite maakt het mij niet uit hoe die stal gefinancierd is. Of dat die stal gefinancierd is met eigen middelen. Of dat die volledig bankair gefinancierd is. Ook als je je eigen centen in die stal stopt, wil je in feite dat binnen afzienbare tijd dat die centen weer terug zijn. En dat jouw investering gerendeerd heeft. Dus we maken hier geen onderscheid hoe het gefinancierd is. We kijken gewoon, die stal die moet binnen een bepaalde termijn, moet die in feite terugverdiend zijn. En waar ligt dan jouw ambitie? Nou, dan kun je kijken, van, ben ik een ontwikkelaar, ga ik consolideren de komende jaren, of zie ik mezelf toch een keer als een wijker, als een uitdrijver. Een beetje een vervelend woord uitdrijven, maar ja, dat is in feite de terminologie die daarvoor gebruikt wordt. En iemand die wil ontwikkelen, die heeft natuurlijk een veel hogere ambitie. Die heeft de lat ook hoger liggen. Die moet in principe sneller de stal aflossen als dat hij eigenlijk versleten is. Omdat hij in tussentijds alweer een volgende stap wil zetten in zijn bedrijfsontwikkeling. Daarin heb je, zie je dus de optelling dat er eigenlijk 125 euro per 1000 euro huisvestingswaarde moet er in feite aan productieresultaat komen. Iemand die wil consolideren, nou, die wil gewoon de stal die er staat kunnen vervangen. Dan is 100 euro productieresultaat per 1000 euro huisvestingswaarde voldoende. En iemand die wil stoppen uiteindelijk, die hoeft die stal niet te vervangen. Dus die moet in feite gewoon de lasten die hij vandaag heeft op kunnen brengen. En dan is het daarmee voldoende. Nou, het is natuurlijk zaak om dus de visie en ambitie van de ondernemer en zijn gezin en het bedrijf goed scherp te hebben. Om te weten waar moet ik de lat leggen. Wat past het beste bij deze ondernemer om te sturen op rendement. En welk niveau moeten we nastreven op dat bedrijf. Nou, op zich, ik heb hier dus een plaatje geschetst van, die heb ik overgenomen, die kun je overal vinden, hoe zeg maar de sterrenverdeling van het Beter Leven concept is. Dan zie je in feite wat de verschillende huisvestingssystemen zijn, de verschillende eisen, vereisten, bij gangbaar 1 ster, 2 ster of 3 sterren.
Drie sterren staat qua huisvesting gelijk aan biologisch. En in feite gaan we dus kijken hoe is een bedrijf ingericht. Volgens welk concept draait hij? Welke huisvesting is daarvoor nodig? En welke huisvestingwaarde is daarvoor nodig? Om dat bedrijf dus op deze manier te kunnen draaien. Nou, op zich, ik ben een klein beetje stout geweest. En ik heb dus eigenlijk die afbeelding van het sterrensysteem heb ik eigenlijk in tweeën geknipt. En ik heb er eigenlijk de KDV-stal, heb ik daarbij tussen geplaatst. Met daar ook weer de vereisten erin. En diezelfde vereisten, die vertaal je dus weer naar een benodigde huisvesting op dat bedrijf. En vervolgens naar benodigde huisvestingswaarde die je nodig hebt per zeug of per vleesvarken. Om een volwaardig bedrijf te kunnen hebben staan op die manier. Nogmaals, wij gaan dus niet kijken hoe een bedrijf gefinancierd is. We kijken gewoon puur naar wat is er aanwezig aan huisvesting. Die huisvesting krijgt een waarde. We kijken naar het huisvestingssysteem, naar de maatvoering van hokken. En vervolgens komt daar dus een gestandardiseerde huisvestingswaarde tegenover te staan. En daar moet het rendement op gemaakt worden. Nou, dan kom je een keer op zaken rondom antibiotica gebruik. Antibiotica gebruik is natuurlijk ook een verdienmodel aangekoppeld zou moeten kunnen worden. En ik denk ook dat ook de voorliggende sprekers en ik denk ook Jaap de Wit nog wat een en ander over gaat zeggen. Ik denk dat in het, de mate van dierdagdosering op een bedrijf, binnen een concept, de manier waarop je dat manage, de manier waarop je dat beheerst, kan bepalend zijn voor een bepaalde toegevoegde waarde binnen een concept. En probeer ook die toegevoegde waarde die je daarin kunt behalen en die je kunt borgen. En borgen is denk ik ook iets wat Jaap denk ik dadelijk ook laat zien. De mate waarin je het kunt borgen, laat dat ook betaald worden door de markt aan die ondernemer. Bruxel staat nog even wat verder toe te lichten. Ik heb hier eigenlijk een vijftal bedrijven langs elkaar gezet. En er zijn op het oog vijf hele verschillende bedrijven. Het eerste bedrijf is gewoon een gangbaar vermeerderingsbedrijf met 1000 zeugen. Het tweede bedrijf is een vleesvarkensbedrijf met 1 ster. Een Suffolkbedrijf is het derde bedrijf met 500 zeugen en 2750 vleesvarkens, schuinstreep opvangzeugen. Een biologisch bedrijf heb ik ernaast gezet en daarnaast dus een KDV-bedrijf volgens het concept van Stal van de Toekomst. En eigenlijk wat die vijf bedrijven eigenlijk gemeen hebben met elkaar, is eigenlijk dat ze aan de onderkant, zien jullie daar de huisvestingswaarde staan, dat ze allemaal €2.750.000 geïnvesteerd hebben in gebouwen. Alleen iedere ondernemer, elke van die vijf ondernemers, heeft gekozen voor een ander bedrijfssysteem. Een ander concept, een andere markt, een andere opzet. Die eerste doet het met een zeugenbedrijf en die laatste doet het met een KDV-bedrijf. De middels doet het met een subfokbedrijf. En je ziet vervolgens de alboeiendsten staan aan de bovenkant, waar daar beginnen we uiteindelijk mee. Dan zie je bijvoorbeeld dat het biologische bedrijf, die begint met een voerwinst van 241%. Dus 241% in vergelijking tot het gangbare sectorgemiddelde. Het Suffolkbedrijf zit bijna aan 200%. En ik heb in dit rekenvoorbeeld heb ik de KDV-locatie heb ik op 150% gezet, 152 om precies te zijn. Dan haal ik daar de toegediende kosten haal ik daar vanaf. Die varieert dus ook per bedrijf, per concept, per systeem. Dan resteert er een saldo. En dat saldo varieert dus van een 4 ton bij het vleesvarkensbedrijf, het tweede bedrijf, en tot €480.000 bij het zeugenbedrijf. Vervolgens worden de arbeidskosten nog in mindering gebracht. Dat zijn dus de arbeidskosten voor de ondernemer zelf, maar ook de arbeidskosten voor eventueel betaalde arbeid. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat in verhouding, dat op dat biologische bedrijf met 175 zeugen gesloten, dat er best heel veel arbeid in gaat zitten. Maar het is gewoon een arbeidsintensief bedrijf. Daar is de voerwinst ook na, maar daar zijn de arbeidskosten ook na. En uiteindelijk blijft daar een productiesoldaat over, die dus voor al die vijf bedrijven, ik moet erkennen, ik heb er naartoe gerekend, maar in ieder geval om het kengetal te duiden, komt productiesoldaat, komt de feiten bij al deze vijf bedrijven uit op bijna 3,5 ton. En die 345.000, die deel ik op 27,50, omdat ik het per 1000 euro huisvesting wil uitdrukken. En zodoende kom ik dus bij al deze vijf bedrijven op €125 uit per 1000 euro huisvesting. Dus het kengetal productiesoldaat staat om heel duidelijk dus allerlei systemen, allerlei concepten, bedieningsmarkten waar je op wilt gaan sturen,
biologisch gangbaar, subfoc, noem maar op, om die op basis van rendement met elkaar te kunnen vergelijken. En nogmaals, wat ze gemeen hebben met elkaar, is dat ze allemaal hetzelfde bedrag geïnvesteerd hebben in de gebouwen. En dat ze allemaal dus, in dit rekenvoorbeeld, hetzelfde productieresultaat halen. Alleen met een hele andere ambitie, met een andere drijfveer, met een andere achtergrond. Uiteindelijk moeten we toch sturen op dat rendement. En wij willen in feite met de productieresultaat willen wij inzicht geven in het rendement van het bedrijf. Om vervolgens daarmee voor die ondernemer tot de juiste keuze te kunnen komen. Nou, dus als ik ga kijken naar stal van de toekomst, dan wil ik in feite, ik koers in feite op een bepaald productieresultaat per 1000 euro huisvestingswaarde. Die breng ik in beeld. Vervolgens ga ik daar de arbeidskosten bijtellen, die ik eigenlijk minimaal nodig heb om dat bedrijf te kunnen draaien. Die tel ik daarbij en vervolgens ga ik daar dus, kom ik op het gewenste saldo voor dat bedrijf uit. Dan tel ik de toegerende kosten bij. Nou, wat zijn de toegerende kosten? Dat is onder andere KI, wat ik verteld heb, gezondheid, overige beheerkosten, energie en mest. En dan kom je in feite aan de gewenste voerwinst. Minimaal die voerwinst moet er komen op dat bedrijf als ik in dat concept, in dit systeem, met deze huisvestingsvereisten en deze bijkomende kosten mijn rendement wil kunnen halen. Nou, die voerwinst die komt natuurlijk voort uit een stukje productie. Productie van BGP Zeug op jaarbasis, een stukje daggroei. Voerinzet, voerbenutting. En uiteindelijk ook een opbrengstprijs, schuinstip meerprijs binnen dat concept. Nou, op zich, ik heb bij een aantal onderdelen heb ik een sterretje erachter gezet. Dat zien jullie tussen haakjes. En dat zijn een aantal zaken waarvan ik denk van, hey, daar zou je bijvoorbeeld met een systeem als stal van de toekomst, als je daarvoor kiest, zou je mogelijk kunnen scoren op gezondheidskosten, op energiekosten, op mestkosten, op daggroei, op voerbenutting. Dus als je daar maar plussen scoort, als je daar maar voordelen behaalt, en bijvoorbeeld binnen een bepaald marktconcept kunt draaien waar je een meerprijs voor kunt ontvangen, dan kan het voor een ondernemer die daarvoor kiest heel goed leiden tot het rendement wat hij wil halen op het geïnvesteerde vermogen waar hij voor gegaan is. Nou, dus mijn conclusie is, durf te investeren, durf gericht te investeren in huisvesting. Neem die huisvesting, neem dat marktconcept, dat huisvestingssysteem wat bij jou past, wat bij jou als persoon past. Wat past bij de markt waarin jij gelooft. Wat past in feite bij de afnemer die jij wilt bedienen met jouw product. En dat kan dus verschillen tussen alle ondernemers, kan dat verschillen in de mate van dierenwelzijn. Het kan verschillen in de mate van hokverhouding. Hokverhouding moet je met name denken aan een stukje speelleeftijd, hoeveel kraamhok heb ik nodig. Brongericht werken, wil ik dat wel, wil ik dat niet? Klimaat, emissies en welke specifieke wensen heeft de consument of de markt of het concept in mijn situatie? Wat past bij jou? Nou, welk effect heeft dat op een stukje arbeidsplezier, arbeidskosten, effect op toegerende kosten, bijvoorbeeld die gezondheidskosten? En uiteindelijk, wat resulteert dan vervolgens in voerwinst en welke resultaten moet ik dan halen in productie, in BGP Zeug, in daggroei, in boerbenutting, in klassificatie. En uiteindelijk kan het eruit resulteren dat in feite een bepaalde specifieke eisen die gesteld zijn in die markt, in dat concept, dat een bepaalde extra vergoeding voor nodig is vanuit de markt, om we zullen toch aan het rendement te komen waar we eigenlijk op willen sturen met elkaar, middels het kengetal productieresultaat per 1000 euro huisvesting. Samengevat, in mijn beleving is het kengetal productieresultaat per 1000 euro huisvestingswaarde gebruiken wij heel duidelijk om het rendement van verschillende varkensbedrijven na de keuze die de ondernemer gemaakt heeft binnen het concept waar hij voor produceert, om het rendement inzichtelijk te maken en om dus ook de verschillende stalsystemen en marktconcepten om de financierbaarheid daarvan te onderbouwen, toe te lichten. Zodat die ondernemer meer hierop een keuze kan maken waar hij voor wil gaan produceren. En uiteindelijk natuurlijk ook wat bij hem als ondernemer, als persoon, de persoonlijke voorkeur heeft en wat bij hem als persoon het beste past. Dat was eigenlijk mijn bijdrage over sturen op rendement.
in de bonnen van Bruxelles staat per 1000 euro huisvestingswaarde. En ik weet niet of er vragen zijn. André. Ja, Frank, dankjewel. Ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen zijn over dit. Ik zie nog geen handjes. Ik kan ook niet zien of er in de chat een vraag gesteld is. Wie mag ik het woord geven en wie wil een vraag stellen? Dan mag u daar nog even over nadenken. Ik heb ondertussen wel een vraag, Frank. Ik zie dat jij het systeem vooral uitlegt. Hè? En ik kan me ook voorstellen dat natuurlijk de vraag is, de nieuwsgierigheid is zo'n concept stal van de toekomst. Hoe scoort dat nou, hè, in het echt? Hij komt nu op die 125 uit en is vergelijkbaar met andere concepten, kan je zeggen. En je kan de knoppen bepalen waar je aan kan draaien. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja, maar dan doe ik zo'n nieuw concept en dan kom ik dadelijk op 50 uit per jaar. Wat dan ook, hè. Zou je daar iets meer concreets over kunnen zeggen van hoe zo'n stal van een concept scoort? Nou, je ziet de voorbeelden. We horen een aanvulling eventueel. Is er iemand die iets wil aanvullen of ook wil vragen? Nee, volgens mij hoor ik mij dubbel praten omdat jij de microfoon aan hebt staan. Oké, okay, dan ga je gang, Frank. Nou, op zich, wij zien de voorbeelden van vergelijkbare stallen. En in die stallen zie je heel duidelijk dat er voordelen te behalen zijn in een stuk technologische staat, in gezondheid, in dat soort zaken. En die kun je dus met de kerngetal kun je die gewoon vertalen naar voerwinst en volgens naar productstaat. En dan is het uitlegbaar, dan is het verdedigbaar dat je bepaalde keuzes maakt in investeringen, in die huisvesting. Ik wil duidelijk benadrukken dat een keuze moet een ondernemer niet alleen maken op basis van het financiële rendement, of die dan precies op je 125 euro per 1000 euro huisvestingswaarde uitkomt. Het is ook zeker van belang. En die verscheidenheid die zien wij op dit moment gewoon in de markt steeds meer ontstaan. Bedrijven die gaan zich steeds diverser ontwikkelen. Je krijgt gewoon meerdere markten, meerdere concepten. En de kracht van dit kerngetal is juist om dus die argumenten en de onderbouwing van dat concept en de uitkomsten, om die in ieder geval dus te staven met een goed kerngetal, waarmee je het rendement van het bedrijf in beeld kunt brengen. Maar uiteindelijk moet ook de persoonlijke afweging, de ambitie, de interesse van die ondernemer waar die voor kiest, moet natuurlijk ook duidelijk meewegen. Maar ik zie dus wel heel duidelijk, dat is met stal van de toekomst, dat is met 2 ster, dat is met 1 ster. Dat zijn zaken, dat zijn systemen, dat zijn concepten waar wel degelijk goede rendementen mee te halen zijn. Maar natuurlijk, ja, wat ik net zei, die persoonlijke afweging moet daar ook een belangrijke bijdrage in spelen. Helder. Jaap heeft een aanvullende vraag, Frank. Jaap, ga je gang. Ja, hey Frank. Ik vroeg me eigenlijk af, hebben jullie ook naast de spel van de toekomst ook andere stallen op basis van bronaanpak? En hebben jullie daar ook cijfers van? Of is dat misschien een beetje een gek vraag in deze situatie? Maar ik denk ineens van, hey, is dat iets wat je breder kan trekken, of is het heel specifiek voor de stal van de toekomst? Nee, het is niet specifiek voor de stal van de toekomst. Als jij bedoelt qua emissietechniek bedoelde jij net, of wat bedoelde jij? Ja, precies. Dat je vooral het stalklimaat natuurlijk wat echt zo wezenlijk anders is in die stal. En als ik daar rondloop, dan denk ik altijd van, ja, dit moet effect hebben, dat kan niet anders. Maar ik ben niet in 5 andere stallen geweest die bron aanpak. Maar die zijn natuurlijk wel. Ik vroeg me af of je daar ook getallen van hebt. Die data is op zich van dat soort stalsystemen, dat aantal data's, dat is op zich nog relatief beperkt. Wat wij wel doen, op het moment dat wij productstaat uitwerken en wij gaan in feite de huisvesting van dat bedrijf bepalen, dan gaan we wel specifiek kijken wat er op dat bedrijf aanwezig is aan huisvesting. En dat kan bijvoorbeeld zijn, stel dat een ondernemer kiest voor een vrijloopkraamhok, of hij kiest voor een andere hokverhouding bewust, dat nemen wij wel zeker mee. En als wij dan vergelijkbare bedrijven hebben, die bijvoorbeeld met een dergelijk systeem lagere gezondheidskosten of een hogere productie of andere zaken beter kan scoren, dan kunnen wij dat meenemen in het bepalen van het rendement van dat te bouwen bedrijf of dat te ontwikkelen bedrijf. En dat kan meespelen dus in de financierbaarheid van zo'n investering. En dat kan meespelen bij het maken van die keuze door die ondernemer. Kies ik wel voor dat systeem of doe ik dat niet? En vaak op het moment dat die ondernemer dat voorstelt, dan merk je al wel dat die ondernemer gewoon qua gevoel, qua persoonlijke voorkeur voor dat soort stallen neigt. Dus wij proberen wel heel duidelijk
die link te leggen tussen, oké, als ik een keuze maak voor een bepaald stalsysteem, en dat kan bijvoorbeeld emissietechniek zijn, maar het gaat vaker om hokverhouding en de type uitvoering van de stal, welke effecten dat heeft voor de huisvestingswaarde. En dan probeer je een inschatting te maken op basis van, daarvoor hebben we bijvoorbeeld ook contact met KDV, van hey, welke ervaring hebben jullie? En kunnen we die ervaring die jullie hebben, kunnen we die meenemen in het financiële plaatje om die investering die de ondernemer verplant is, om die zeg maar te staven en te onderbouwen dat het de juiste keuze is voor deze ondernemer. Is dat een antwoord op jouw vraag, Jaap? Nou ja, gedeeltelijk. Ik was eigenlijk echt benieuwd naar andere stalsystemen met een bronaanpak. Of jullie daar als ABAP cijfers over hadden eigenlijk. Dus dat is net iets anders, andere vragen, zeg maar. Maar ik begrijp dat het heel beperkt beschikbaar is. Qua bronaanpak is dat nog heel beperkt. Maar in feite, ja, dat weet je zelf. Je hebt in feite heel veel stallen die nog bijvoorbeeld, 95% van de stallen die emissiearm zijn, die zijn niet met brongerichte maatregelen uitgevoerd. Die zijn meer uitgevoerd met end-of-pipe systemen. En je probeert wel te onderbouwen waarom zeg maar een andere oplossing, een brongerichte oplossing, beter zou zijn. Niet alleen voor omdat de wetgever die kant op wil, maar ook omdat dat je daarmee ook zeg maar, het klimaat in de stal beter maakt. En wat ook de voordelen voor dier en mens moet opleveren. Ja, daarop aansluitend, Franke. Ik zie ondertussen nog geen handjes. Als er iemand is die wil reageren, dat mag dat. Maar daarop aansluitend, jij gaf helemaal in het begin aan van, over 5 jaar dan houden we varkens waarschijnlijk heel anders dan we vandaag de dag doen, hè? Als je dan naar de verschillende stalconcepten kijkt, kan je dan iets zeggen over welke kant dat opgaat? En waarvan je denkt van, joh, dit moet het meer zijn dan dat. En heeft dat ook dan effect op adviezen die je uitbrengt? Ja, ik denk dat we als sector zijn ons erop voor moeten bereiden dat, dat als ik bijvoorbeeld in de zorghouderij ga kijken, in feite bijvoorbeeld de kraamhokken waarbij de zorg in de box staat, die heeft zijn langste tijd gehad. En zo kun je ook denken over de verschillende manieren van groepshuisvesting en zorgen. Daarin merk je al in de verschillende concepten dat bepaalde keuzes uitgefaseerd worden. Dus we gaan in die kant, of in die sector gaan we wel een bepaalde kant bewegen. Dan bij de vleesvarkens denk ik, het is een kwestie van tijd. En in feite hebben we als sector zijn die ambitie eigenlijk ook al uitgesproken. Volgens mij staat 2030 staat daar volgens mij als een als een ultieme datum wordt daar volgens mij voor genoemd, om bijvoorbeeld ook iets te gaan doen aan het couperen van staten, om daarmee te stoppen. En dat is allemaal zaken, die kun je als ondernemer kun je die van je afhouden en denken van, ik moet het allemaal tegenhouden, het gaat mij niet gebeuren, enzovoort. Maar ik denk gewoon dat het een trend is die wel, die er gewoon gaat komen. En wat ik gewoon van belang vind, is zeg maar, probeer dan, als er nieuwe eisen komen in huisvesting, probeer die dan te vertalen in jouw bedrijf. Vertaal die naar rendement op jouw bedrijf. Dan kun je makkelijker richting een afnemer zeggen van, oké, jullie vragen mij dit. Jullie vragen mij om die huisvesting aan te passen. Jullie vragen mij om deze manier van werken te hanteren op mijn bedrijf. Ik wil dat doen. Ik wil erin investeren. Maar op basis van productieresultaat betekent het wel dat voor gevolgen heeft voor mijn voor mijn kostprijs van een biggen bijvoorbeeld. Of voor mijn kostprijs voor een kilogram geslacht gewicht. Dat je daar open en transparant in bent. En dat je dan die wensen van die maatschappij, van die markt, dat je die gewoon te harte neemt. En dat je niet probeert om die weg te drukken. Want als je hem wegdrukt, dan krijg je hem een keer via de wetgever op het bordje. Dan heb ik veel liever dat je aan de voorkant probeert om het te interpreteren in jouw bedrijf. En dat je het vertaalt naar een benodigde meeropbrengst. Een vergoeding voor de voorlopers die daarmee in gang gaan. Zodat je eigenlijk de overheid laat zien van de markt die vraagt, de ondernemer die gaat produceren wat de markt vraagt en die markt betaalt ook wat die markt gaat vragen. En wellicht is dat ook iets waar Jaap nog op ingaat, dat kan ik niet helemaal overzien. Maar als je zegt van, dan kan je ook aangeven wat de meerprijs in de markt moet zijn. Hè? Is die markt dan ook bereid om die meerprijs te bieden? Want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Ja, ik denk zelf dat een deel van de markt daar zeker toe bereid is. En ik denk dat het deel wat daartoe bereid is, dat deel wat groter. Je ziet nu zeg maar al de verschillen ontstaan in prijssystemen, in het leven concepten.
ja, ik vind het op zich een positieve ontwikkeling, omdat je daarmee in feite de markt laat betalen voor de keuzes die gemaakt worden. En daar zal in feite voor de de grootschalige exportmarkt zal misschien daar nu nog zeg maar een brug te ver zijn. Maar de vraag is in welke mate wij in de toekomst afhankelijk blijven van export en of zeg maar de consument in het gebied waar wij het dichtst bij zitten, of die niet langzaamaan die trend op gaat, die kant op gaat, dat die specifiek uitgesteld gaan worden en daar ook voor wil betalen. Ja. En op zich, ik merk ook nog wel eens een keer dat bijvoorbeeld dat het is niet alleen de consument die de keuze maakt. Het is heel vaak dat zeg maar, en dat kan Jaap waarschijnlijk veel beter zeggen als dat ik dat kan. Je ziet ook een trend volgens mij, maar dan moeten we misschien Jaap dadelijk ook eens vragen. Ik denk ook dat je een trend ziet dat die keuze voor de consument gemaakt wordt. Dat in feite de marktpartij, de retail, die maakt bepaalde keuzes. En de consument die treft het aan in die betreffende winkel. Voorbeeld, nul sterrenvlees kom je volgens mij nauwelijks meer tegen in de Nederlandse supermarkten. Nou, die keuze is gewoon gemaakt door de retail. Niet zozeer door de consumenten, maar die is gemaakt door de retail. En ik denk dat ook in de toekomst dat stappen verder gaat zetten. Ik hoor net, Jaap, dat ik dat jou kan vragen. Is het zo dat de retail dat bepaalt of niet? Ja, consument maakt natuurlijk geen keuze. Consument koopt gewoon wat er aangeboden wordt in schap. En die gaat ervan uit dat de retailpartij dat goed geregeld heeft. En als dan blijkt later, om wat voor reden ook, dat hij het goed geregeld heeft, dan is hij natuurlijk heftig teleurgesteld in die specifieke retailpartij, in zijn winkel, in zijn supermarkt, zullen we maar zeggen. Dus consument maakt inderdaad geen keuze. En, dus ja, ik denk dat dat klopt. Ze hebben natuurlijk wel een keuze. Ze liggen bijvoorbeeld ook vaak bio naast een ster. Ja. Maar dat is wel weer zo'n groot verschil. Dat is ook alweer een hele grote stap, zeg maar. En dan blijft men toch kiezen voor de goedkoopste variant in de winkel dan, zeg maar. In de praktijk blijft bio in Nederland natuurlijk een heel klein marktaandeel hebben. Ja. Ja. Misschien of het in de toekomst gaat veranderen is iets anders, maar op het moment is het natuurlijk enkele procenten. Oké, helder. Zijn er mensen die vragen willen stellen aan Frank? Als dat niet zo is, dan gaan we op een natuurlijke manier, daar waren we eigenlijk al mee begonnen, gaan we over naar Jaap de Wit. Frank, dankjewel. Ik kom er straks nog wel even op terug. U kunt straks ook nog vragen stellen aan Frank, hoor, als u ondertussen vragen bedenkt. Er is wel een vraag van André in de chat. Heb jij de chat voor je? Nee, die kan ik niet zien, de chat. Ah, zal ik hem even stellen? Ja. Mark Arnink vraagt, gaan banken in de toekomst dit kengetal gebruiken? De vraag aan Frank. Ja, op zich, ik denk dat ik moet erkennen, het is een ABAP-kengetal. Het is wel zo dat regelmatig één keer in zoveel jaren worden, zeg maar, de kengetallen die in de varkenshalderij gebruikt worden, die worden herzien. Dus wij pleiten er ook voor om kengetal Bruxelstaat, om die daarin op te nemen. Wat ik wel merk, is dat banken de manier van denken, dus dat je niet alleen voerwinst centraal stelt, dat je niet alleen de investeringsvraag centraal stelt, maar dat je het geheel overziet, dat je in feite naar een totaal kengetal gaat werken op basis van rendement. Ik merk wel dat banken erachter staan en ook in analyse van bedrijven, dat banken dat kengetal serieus nemen. Dus dat is in mijn beleving eerst een eerste stap om dit kengetal breder getrokken te krijgen binnen de sector en dus ook door banken. En wat moet er nog richting banken gebeuren om daar echt serieus werk van te maken dan? Want als je afhankelijk bent van een willekeurig medewerker van de bank die dan toevallig daarmee rekening houdt, dan is dat ook wel misschien wat mager. Ja, maar ik denk dat de rol van een individuele bankmedewerker, dat die relatief ook steeds kleiner wordt. Wij merken vanuit ABAP, merken wij ook, als wij contact hebben met de sectorspecialisten van de drie grote banken, als ik het zo mag zeggen. En wij hebben daar zijn afstemming over zaken die binnen de sector spelen. Dan merk ik gauw genoeg dat dan die lijn die eruit voortkomt, dat die doorcijpelt naar de rest van de organisatie. En anders is het een kleine moeite als je met een specifieke bankmedewerker spreekt die dit kengetal nog niet kent, om snel te refereren aan de gesprekken die wij met sectorspecialisten binnen de banken hebben, om die kennis alsnog op de juiste plek te krijgen. Maar dat kringetje wordt wel steeds kleiner, dus... Dan is het ook van belang dat varkenshouders weten dat ze jullie kunnen vinden. Ja, uiteraard.
En is dat voldoende bekend bij iedereen? Ik hoop dat iedereen ABAP kent, dus ik denk dat dan dat het eerste begin is. Ah, maar er zijn misschien nog een paar meer mensen die er op dezelfde manier in zitten, Frank. Hè? Dus dat zou ook kunnen. Maar het is bekend dat jullie praten met die sectorspecialisten en dat dit soort ontwikkelingen er zijn, zeg maar. Ja, dus in ieder geval periodiek is er is overleg met de banken en andere marktpartijen. En dat is de mate waarin dat gebeurt afhankelijk van de actualiteiten. In de huidige markt gebeurt dat regelmatiger. En in hoogtijdagen gebeurt dat iets minder frequent. Maar in ieder geval, wij weten in ieder geval, we hebben de contacten met de verschillende sectorspecialisten van de verschillende banken. Die contacten zijn heel, heel nauw. Ja, en hebben die varkenshouders daar ook zicht op? Of zijn dat de specialisten die er zicht op hebben? Nou, op zich, als wij bij onze klanten komen, dan sluiten wij kort, dan geven we aan welke lijnen uit sport komen, om in ieder geval daar die ondernemers ook in mee te nemen, zodat ook die klanten daar hun voordeel mee kunnen doen. Okay. Helder. Frank, dankjewel. Ja. Ik zie dus blijkbaar de chat niet, Nicole, die komt niet voorbij, maar dan als er vragen zijn, hoor ik dat graag van jou. We gaan over naar Jaap de Wit junior. Mag ik zeggen, directeur supply chain bij Westfort en voorzitter van de stichting KDV. Nou, stel jezelf voor, Jaap, en dan horen we graag jouw presentatie. Ga je gang. Even je microfoon nog even openzetten, denk ik. Ja, dat is beter op deze manier, denk ik. Zo ben ik wat beter te verstaan. Ja, luid en duidelijk. Ga je gang. Ja, ja, dankjewel. Nicole, mag de volgende slide opzetten, alsjeblieft. Ja, dat ben ik. Ik ben Jaap de Wit van Westfort. Ik ben verantwoordelijk voor supply chain binnen Westfort. En dat doe ik al, daar werk ik al sinds 2003. Dus dat is alweer een jaartje of 18. Zit ik inmiddels in het vak. En ik ga jullie wat meenemen. Een heel klein stukje over Westfort, voor wie het niet kent. Daar ga ik zo meteen wat vertellen. En dan wil ik jullie wat meenemen over, over de supply chain zoals wij die zien. Die verbonden is met elkaar, die digitaal gaat worden. Die langzaam toe gaat naar misschien wel een vorm van een soort virtuele integratie. Misschien weer een stap verder in de toekomst. En wat daar allemaal bij komt kijken en hoe wij en op welke wijze daar met met elektronische oormerken, RFID, Eertex, meewerken. Ja, de volgende slide. Dit is heel even kort een overview, een tekening van Westfort. Hoe we dat nu aan het bouwen zijn, of eigenlijk gebouwd hebben. Westfort is voorheen waren dat twee bedrijven. Ludenburg-Kruiswijk. Die zijn eigenlijk al alweer een jaar of 8, 9 geleden gefuseerd. Met het doel om dit wat jullie hier zien neer te zetten. En dat is een nieuwe slachterij. Inmiddels alweer een wat paar jaar oud, gerealiseerd in 2015. Met daaraan gekoppeld direct een compleet nieuwe uitbeenderij, uitsnijderij en een vrieshuis. En het vrieshuis is eigenlijk precies een jaar geleden in gebruik genomen. En de productie, de uitsnijderij, uitbeenderij, daar zijn we sinds de zomer mee aan het werk. Dus we zijn de afgelopen maanden heel erg druk geweest met deze compleet nieuwe fabriek in gebruik te nemen. Iets wat eigenlijk praktisch niet meer voorkomt. Dat mensen een compleet nieuwe fabriek neerzetten, in ieder geval in Europa. Vaak zijn het toch een stukje aanbouw, een stukje verbouw, een stukje uitbreiding. En wij hebben hier eigenlijk de mogelijkheid gehad om het compleet nieuw van scratch af aan neer te zetten. Heel gaaf om te doen, maar er komt ook wel het nodige bij kijken en op je bordje. En het is voor ons eigenlijk niet zozeer een uitbreiding dus, maar vooral een vervanging van de oude locaties. Behalve het vrieshuis, het NHW heet dat, No Hands Warehouse. Die grote witte doos die je aan het einde ziet. En dat is voor ons een hele nieuwe activiteit. En dat heeft te maken met dat we steeds groter deel van de producten, bijproducten zijn die over de hele wereld gaan. Dus de misvatting in onze optiek die vaak gedaan wordt dat je produceert voor of het binnenland of voor export of voor dat soort dingen. Dat klopt echt maar ten dele. Klopt echt maar ten dele, want er gaat zo 20 kilo van een varken. Altijd, of het nou een biovarken is of het goedkoopste of het duurste varken, noem maar op. Maar de koppen en de poten en de staartjes en de organen en al die producten, die gaan toch echt allemaal in een doosje.
ingevroren naar het Verre Oosten. Dus ik denk dat dat een kleine, ja, toch wel een toevoeging is. En de makkelijke indeling die vaak gedaan wordt, tussen iets voor de binnenlandse markt of iets voor de exportmarkt. Ja, en wil ik jullie een klein beetje meenemen in de integrale ketenaanpak. De voordelen van een digitale keten, zoals wij die bij Westfood zien. Een stukje achtergrond erachter. Dit is eigenlijk ontwikkeld. 6 jaar geleden. Zijn we binnen keten duurzaam varkensvlees. Ik weet niet wat daarover verteld is de afgelopen sessies over de KDV-keten. Maar de KDV-keten is ongeveer 50% van onze aanvoer voor Westfood. Kleine 25.000 varkens per week. En daar leveren ruim 250 boeren doen er aan mee. Dat is een keten waar we sinds die 97 is gestart, 1997, alweer bijna 25 jaar geleden. En waar we continu werken aan verbetering op het gebied van dierwelzijn, milieu, diergezondheid. En wat Frank ook zei, als we de regels van 25 jaar geleden nu nog zouden hebben, dan zouden we hopeloos achterlopen en niet eens meer voldoen aan de wet. Dus wij moeten als keten altijd blijven ontwikkelen. En dat doen we heel veel met de hoeven in Valkenswaard. Op de demobedrijf. En een van de trajecten die we daar gedaan hebben, zijn begonnen ook, dus 6 jaar geleden, is het werken met elektronische oormerken. Het individuele dierregistratie is een heel belangrijk verschil natuurlijk, als je het over het digitaliseren hebt. Wat wij hebben gedaan is ieder dier individueel gaan volgen. En dan kan je een hele nieuwe type, geeft hele nieuwe mogelijkheden. De volgende slide, daar zie je daar zie je die oormerken. Ze zien er eigenlijk gewoon de eartags. En de eartags zien er eigenlijk gewoon uit als normale INR blikjes, alleen een klein beetje dikker. Dit zijn UEF eartags, ultra high frequency. Dat betekent dat je ze met groepen tegelijk kan lezen. Dat betekent ook dat ze veel lichter zijn, dat je ze van grotere afstand kan lezen, dat je eigenlijk meer mogelijkheden hebt, dat ze ook betaalbaarder zijn dan de voorheen gebruikelijk de LF, low frequency. Dus het is betaalbaarder, het heeft veel meer mogelijkheden. Het heeft alleen één nadeel dat ze gevoeliger zijn. Waardoor je soms niet helemaal 100% zeker weet dat je het juiste chipje leest. En dat is iets wat wel op te lossen is, maar waardoor ontwikkeling soms met deze UEF-oormerken langer duurt dan je zou willen. Maar dat weegt echt ruimschoots op tegen alle voordelen die het biedt. We zijn dus 6 jaar geleden begonnen met het testen van verschillende oormerken, verschillende technieken, verschillende readers, verschillende software. En toen kwam eigenlijk naar voren dat dit soort, de UAF blikjes, de ultra high frequency, dat het voor ons het allerbeste werkt. En we zijn er bedrijven genoeg bij die gewoon 99% van de oorblikken, van dit soort oorblikjes blijven zitten. Die gaan er gewoon in bij net na geboorte. Meestal op de 2 of 3 dagen. En dan en die blijven dan voor 99% zitten en komen bij ons in de slachterij. En die kunnen wij uitlezen. En daarmee, doordat het blikje bij een geboorte ingaat, kan eigenlijk allerlei informatie aan het dier geregistreerd worden. En dat gaat met behulp van een appje op je telefoon. Wij gebruiken daar de Leo-app voor, Leo-app. En die app is geconnect met een reader, een apparaatje, die kan die chips lezen. En op die manier lees je de chip, je registreert je data en alles wordt opgeslagen in de cloud. Waardoor eigenlijk iedereen ook weer toegang zou kunnen hebben, mits je dat goed zo afspreekt, over die data die je registreert. Nou, in de keten ziet het er als volgt uit. Als we de volgende sheet bekijken. Ja, dan zie je eigenlijk, dit is even in het heel simpel hoe het werkt. De varkenshouder, die is het begin van de keten in dit geval. Biggen worden geboren, krijgen een chipje in. Dat gebeurt aan de hand van de Leo-tool, het oranje vlakje. En de Leo-tool staat in verbinding eigenlijk met het hart van het verhaal, is het de data warehouse. Want vanuit de data warehouse gaat de informatie ook naar Westfood toe. En uiteindelijk, als een deel van de data zou ook eventueel mee kunnen met de klant. En daar kan je die nieuwe claims, die geborgde claims, kan je daar meegeven, waardoor je ook productontwikkeling kan doen. Waardoor je ook meerwaarde kan creëren, wat ook iets kan opleveren. Maar wat doen wij ook? En dat maakt het denk ik ook zo interessant. Als Westfood geven we ook weer heel veel informatie terug. Dus dan gaat het eigenlijk weer van het bolletje Westfood naar het bolletje Data Warehouse.
En dan is de informatie weer toegankelijk voor de varkenshouder. En dus die kan hij al zijn eigen data die hij zelf verzameld heeft, wordt verrijkt met de financiële resultaten, de technische resultaten en de gezondheidsresultaten die wij registreren in de slachterij. Daardoor wordt natuurlijk die heel veel data veel interessanter, omdat je allemaal dimensies kan gaan toevoegen, zeg maar. Nou, wat levert dat dan op? Wat kan dat dan opleveren? Ik heb daar even vier belangrijke pijlers voor de varkenshouder die nu al doen op een rijtje gezet. De volgende sheet. Nou, wat is belangrijk? Wat zijn de mogelijkheden voor de varkenshouder? Ik denk dat het breder is, maar dit zijn vier belangrijke. Ik heb ze. Het moet natuurlijk handelingsperspectief hebben. En dat betekent dat je nieuwe inzichten moet krijgen door die nieuwe informatie waar je ook op kan handelen. Nou, wat zou dat kunnen zijn? Het kunnen allerlei dingen zijn. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je erachter komt dat een bepaalde zeug afwijkingen geeft. In, bijvoorbeeld met een bepaalde combinatie van een beer hebben we gevallen van. Bij een fokkermestrelatie. Waarbij bleek dat die biggen uitvielen later. En dat je kon traceren van, maar dat is van die zeug geweest. Dat is dus een erfelijk probleem geweest. Dat geeft een inzicht wat je er voorheen niet had. Maar nu, omdat je individueel weet welk dier het is geweest. Bij welke zeug die vandaan komen. Heb je ook dat inzicht in hoe je kan ingrijpen. Nou, een heel belangrijk en interessant plaatje is wat jullie aan het begin al hebben gezien in de eerste sessie. Is over de verdeling, over de leeftijd in dagen en dan met name ook weer de spreiding erin. Je zag heel goed in de stal van de toekomst dat die leeftijden in dagen extreem laag zijn. Dan hebben we het over onder de 155 dagen. En met een spreiding die eigenlijk extreem nauw is. Alles zat geloof ik onder de 175. Nou, dat geeft natuurlijk een enorm groot voordeel in je bezetting. Als je ten eerste zo snel groeit, maar aan de andere kant ook geen spreiding hebt. En wij denken vooral die leeftijd en ook die individuele leeftijd per dier, dus niet gemiddeld. Dat je dat inzicht geeft, omdat er toch ook dieren bij ons langskomen die wel heel oud zijn. Dat we denken van, daar heeft iemand heel lang voor gezorgd. En volgens mij is dat niet de juiste keuze geweest. Die informatie heb je niet altijd in beeld als je dat niet op individueel niveau kan terugzien. Dat is denk ik één ding. Dat is om puur in je eigen faalkosten boven water zien te krijgen. En daar verbetering in doen. Heb je de benchmark. Veel cijfers worden pas interessant als je ze deelt met anderen en als anderen ze ook met jou delen. Dus hoe doe ik het nou ten opzichte van de rest? Agrovision heeft daar natuurlijk ook allerlei getallen voor. Wij hebben in het verleden wel eens ervaren dat die in de praktijk moeilijker vergelijkbaar waren. Omdat als je ze echt ging gebruiken, bleek er toch nog allemaal puntjes op de i te moeten worden gezet. Om ze echt één op één vergelijkbaar te krijgen. Nou, dat is in dit geval bij ons. Werkt iedereen op dezelfde methode van vastleggen. Dus je hebt een veel uniformiteit op het gebied van cijfers. En je hebt ze ook van iedereen beschikbaar. En door die daar mee te doen, zijn er inmiddels 150 bedrijven die werken met die elektronische oormerken. Kan je dus heel goed gaan vergelijken op allerlei nieuwe kerngetallen ook, die anders niet beschikbaar waren, over hoe doe ik het ten opzichte van anderen. En waar liggen mijn verbeterkansen? Nou, dat inzicht is denk ik een heel belangrijke tool zijn voor de varkenshouder. Daar maken we bijvoorbeeld ook rapportagetools van, in de vorm van zo'n app die je varkenshouders kunnen bekijken. Hoe ze het doen, hoe ze de afgelopen levering waren. Het zijn gewoon een dashboard met aantal KPI's erin die ze kunnen zien hoe ze het zelf doen. Hoe ze het doen ten opzichte van eerdere leveringen. En hoe ze het doen ten opzichte van de keten. En er worden ook kwartaalrapportages gemaakt. Een boekwerkje, ieder kwartaal waarin je heel veel van je eigen cijfers ziet. En ook ten opzichte van de anderen. Ook op het gebied van bijvoorbeeld het gebied van diergezondheid. Dat denk ik ook wel een hele belangrijke kengetal gaat worden. Misschien nog wel veel belangrijker. We hebben makkelijke werken. Een deel van de mensen denkt, makkelijke werken, waar heb je het over? Ik moet allemaal dingen gaan registreren en bliepen en met een scanner op stal. Is dat zo? Nou, ik denk dat als je daarvoor open staat en hier positief in staat, dat je bijna tot geen extra meerwerk ervaart. Maar dat is in ieder voor zich. Dan moet je zelf denk ik mee gaan proberen en dan ervaar je dat. Maar er zijn wel hele dingen die heel duidelijk zijn, denk ik. En dat is bijvoorbeeld
wat we nu bereikt hebben, een pilot met het NVWA en het ministerie en het NVWA samen, dat we varkens mogen leveren bij ons zonder slagblik. Dus dat betekent dat de dieren die naar de slachterij gaan geen extra blik meer hoeft te worden ingeknepen. Nou, dat is gewoon een recht op en neer, een directe besparing in kosten en in werk. En niet ook het vermakkelijken, het leven van de dieren. Nou, auditering. Uiteindelijk zijn we bezig om allerlei partijen aan te sluiten op dit systeem. Waardoor audits, bijvoorbeeld met keten duurzaam varkensvlees, vragen we toch ook weer gegevens van de deelnemers. En nou ja, dat zou je allemaal, voor een deel zijn we dat al aan doen. Kan je dat natuurlijk allemaal aan elkaar knopen, waardoor dat allemaal niet alleen meer een real-time, of dat niet alleen meer de papierwerk niet meer hoeft te doen, maar waardoor je ook meteen en direct real-time inzicht krijgt in die resultaten. Waardoor het geen papieren klus meer is, zo'n auditering of zo'n certificering voor een keurmerk. Maar waardoor het juist echt inzichten geeft, omdat je real-time in beeld hebt wat er gebeurt. En dat je niet aan het praten bent met die auditors over een situatie van anderhalf jaar geleden bijvoorbeeld. Dus je gaat daar makkelijker en prettiger verwerken. En uiteindelijk een andere mogelijkheid zijn nieuwe productclaims. Wij hebben nu bijvoorbeeld een antibiotica-vrij levergarantie. Dat is een van de dingen waar we mee gestart zijn. Met behulp van de oormerken registreren het antibiotica gebruik. Of de varkenshouder registreert dat. En die informatie is aanwezig in de database gekoppeld aan de chip. Op het moment dat de varken bij ons aan de lijn komt, lezen wij de chip uit. En zien wij of het varken behandeld is of niet. Nou, als alle lichten op groen staan, dan kunnen wij die uitselecteren. En dan kunnen wij die verkopen aan een selecte groep Italiaanse klanten die daar extra voor over hebben. Nou, dat soort dingen levert ook weer wat extra geld op. Dat hebben we ook hard nodig, want het hele oormerksysteem is ook een duur systeem. En we willen ook de varkenshouder een vergoeding geven om deze data te verzamelen. Dus dat is absoluut nog geen winstgevende verhaal. Maar het geeft wel aan dat je claims kan ontwikkelen. Extra aanvullende productclaims die nog niemand had. En die ook een meerwaarde opleveren in de markt. We zijn nu bezig met een uitgebreid onderzoek met Blonk Consultancy. Om de CO2 footprint van ons varkensvlees uit te rekenen. En dat gaat natuurlijk ook een belangrijk item worden de komende 5 jaar. En wij denken dat we als varkensvlees nou, misschien veel beter in de praktijk doen dan dat er in de media over ons geschreven wordt. Maar dan kan je natuurlijk heel hard roepen. En dan kan je natuurlijk, maar dan zou je toch ook echt wel met een onderbouwing moeten komen. Anders blijf je toch maar gewoon ja, een beetje iemand die zich spreekt voor eigen parochie. En dus wij zijn bezig om die CO2 footprint uit te rekenen. En wij denken ook dat we met behulp met individuele dierregistraties en alle registraties, dat we dan ook kunnen onderbouwen. Zodat die claim niet een verhaaltje is van ons, maar gewoon een feit wordt. Iets wat je onderbouwt en geborgen hebt. En een ander, misschien wat meer hands-on voorbeeld, is bijvoorbeeld het biggerpaspoort wat je zou waar we mee bezig zijn om te ontwikkelen. Bij fokkenmestrelaties, dat je toch alle informatie meegeeft met de biggen. Zodat de mester veel beter weet en geborgd weet wat hij in huis krijgt. Dat is iets waar we tot nu toe misschien nog een beetje afstand hebben gehouden. Omdat het best wel moeilijk is van hoe ga je daar nou mee om. Hè? Welke data ga je nou beschikbaar stellen vanuit via de keten van een fokker naar de mester. Maar aan het eind van de rit moet je het natuurlijk gewoon samen doen. En moet je samen je geld verdienen. En is natuurlijk die openheid, dat gaat je alleen maar iets brengen natuurlijk. Dat op de lange termijn zal iedereen er denk ik zo over moeten denken. Heb ik nog een laatste sheet. Ja, die moet even wat tikjes krijgen. Die is, dit is eigenlijk zoals die nu is. En nou ja, ik denk als we de volgende stap gaan naar de virtuele integratie. In Nederland hebben we het grote voordeel dat alle stappen in de keten zijn ondernemers. Die hard vechten voor een eigen bedrijf en ook echt altijd het onderste uit de kan halen en het op een goede manier doen. Echt ondernemerschap hebben. Maar je hebt ook het nadeel, wat de grote integraties hebben in Spanje of in Amerika of in Rusland of in China of waar onze concurrenten van de toekomst ook zitten. En dat ze wel de beste beslissingen kunnen nemen die voor de hele keten het beste zijn. En niet het beste zijn voor die ene specifieke stap. En die ook kunnen investeren bijvoorbeeld aan het begin van de keten als het aan het eind van de keten naar je terugkomt. Nou, die voordeel van integratie denken wij, middels een soort virtuele integratie te kunnen gaan, of een deel in ieder geval daarvan te kunnen gaan benutten, door partijen als voer,
transport, handel, genetica, dierenartsen aan te sluiten op die keten. En allemaal te connecten met dat data warehouse. En nou ja, of data leverancier worden, of misschien ook wel weer inzichten terugkrijgen als de partijen dat willen. En op die manier eigenlijk alles aan elkaar te knopen. We zijn bijvoorbeeld bezig met genetica. We hebben nu vanuit een uitgebreid onderzoek wat we hebben gedaan naar 3 verschillende genetica lijnen. Kan ervoor dat eigenlijk de York-achtige, in dit geval was de PIC337, wat ook voor 80% of 75% de York is, toch wel veel betere cijfers liet zien dan wij misschien in eerste instantie hadden gedacht. Dan zijn we op verder gaan borduren en toen zijn we ook gaan kijken van, goh, hoe zit het dan met die andere York, de tempo, hoe komt dat uit? En voorheen waren wij als vleesbedrijf daar geen voorstander van de tempo, omdat die toch echt in rendement en in vleeskwaliteit achterbleef. Daar is een hoop in ontwikkeld. En altijd met de juiste selecties en de juiste TSI-fokwaardes kan je daar misschien wel heel goed mee werken. Wij als vleesbedrijf en misschien de boer ook wel. Dus we zijn nu een test gestart met een selectie van een aantal beren. Nu eerst bij Topics, maar ook zo bij PSC. En die gaan we dan, die kunnen varkenshuizen die dat willen, kunnen die inzetten. Daar, die registreren alles wat eruit komt. En op die manier gaan we kijken van, is er voor ons een bewezen allerbeste eindbeer te selecteren waar we als keten, als geheel, het beste mee kunnen werken. En niet gebaseerd op gevoel of op ideeën of van vroeger, maar gewoon puur fact-based, data-driven en gewoon gebaseerd op feiten. Nou, dat zijn denk ik hele interessante trajecten die ons denk ik wel heel veel inzicht gaan geven. Hetzelfde kan je doen natuurlijk met voer of met veterinaire ingrepen. Ik kon ook nog een paar andere plaatjes erbij van partijen die interessant kunnen zijn. Ja, dit zijn er zomaar een paar. We hadden het net over financiering. Stel dat je een stal zou kunnen financieren waarbij je toch voor een bepaalde periode in ieder geval real-time inzicht zou kunnen krijgen wat daar gebeurt. Ben je dan misschien wel als financier wel bereid om meer te financieren of verder te gaan? Ja, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Auditering van verschillende concepten, kan je erop aansluiten, INR-gegevens. Een stapje verder meer in het onderzoeksvlak Wageningen of gezondheidsdienst die je daarop aansluiten. En misschien in de toekomst ook wel een NVWA of NFV, dat klinkt misschien heel spannend. Maar dat kan ook positief zijn. En op die manier knoop je eigenlijk zijn hele keten aan elkaar. En wij denken dat dat voor iedereen toegevoegde waarde kan brengen. Ook door gewoon die hele keten op deze manier te optimaliseren. En de slimste beslissingen te kunnen nemen. En gebaseerd op cijfers. En ja, ik denk dat je gevoel er nooit uit moet halen. En dat is ook voor de een is het ook veel belangrijker dan voor de ander misschien. Maar voor op een hoop plekken kan dat stukje data echt toch wel een hele goede ondersteuning bieden om de volgende stap te zetten. Ja, ik denk dat ik dit in kort mijn verhaal was over hoe je... Oh ja, dat is nog eventjes de technische uitdaging, die was nog even vergeten. Ja. Er zijn natuurlijk allemaal verschillende systemen die aan elkaar geknoopt moeten worden. Dus er is nog wel een beetje werk te doen. We hebben nu de varkenshouder werkt nu met Leo en komt zo in de data warehouse terecht. Wij als Westfort hebben weer een SIS, heet dat, een slachtinformatiesysteem, die de informatie weer terugkoppelt. Er staat ook daarnaast, het lijkt misschien al te staan, maar er staat AI, Artificial Intelligence. Super interessant dat we nu aan het doen zijn in de slachterij met camera's. Nu is het voor genderdetectie, zodat we zeker weten of iets een beer, een geld of een borg is. Daar is wel eens wat verwarring over. Met een slimme camera kan dat registreren. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat in de toekomst klassificatie of keuring, of misschien een soort alternatieve keuring, een soort gezondheidscheck, gaat plaatsvinden met behulp van camera's. Nou, dat is een beetje in de lijn, zit rechtsonder bij de varkenshouder IoT, Internet of Things, dus slimme meters in je stal die eraan gaan koppelen. Agrofishing zou partij kunnen zijn, maar ook de koppelingen via ADI, IBIC. Dus er zijn allerlei koppelingen die we er met z'n allen nog alvast kunnen maken. En dus er is nog genoeg te doen op dit vlak de komende jaren. Ja, ik hoop dat dit een beetje een inzicht heeft gegeven in korte tijd over hoe wij de toekomst zien voor dit soort virtuele ketens of geïntegreerde ketenaanpak, waarin je eigenlijk met z'n allen door data te delen en inzicht te geven samen kan werken aan een gemeenschappelijk doel. En hiermee hopen we de concurrentie vanuit Spanje en Amerika en Brazilië en voor te kunnen blijven.
Dat is denk ik toch ons doel wat we ook moeten hebben. Want ondanks dat die binnenlandse markt misschien heel belangrijk is, en die moeten we ook zeker niet vergeten, is dat er ook altijd een deel verder weg moeten. En zullen we toch ook met de kostprijs scherp moeten blijven. Anders dan, zullen de sector wel heel veel verder moeten inkrimpen. Als we het alleen voor Nederland moeten produceren dan, en netto importeur zullen moeten worden. Want dat is dan in feite het resultaat er natuurlijk van. Hè. We eten het varken niet vierkant op. Dus als we niet meer willen exporteren, dan zullen we... Ja, maar zou er misschien nog 20% van de sector overblijven of iets? Ik geloof niet dat we daar naartoe willen met z'n allen. Dankjewel, Jaap. Dat was heel veel informatie, denk ik. Ik kan me voorstellen dat mensen dat even moeten laten bezinken. Ik zie nog niet direct de handjes, zeg maar. U heeft de gelegenheid om vragen te stellen. Je hebt vooral ingezoomd op zeg maar de digitale keten, hè, de integrale aanpak. In de stal van de toekomst is dat natuurlijk ook aan de orde. Als je nou kijkt naar die keten, wat is dan de speler die daar absoluut de regie moet voeren in die keten? Want er wordt heel veel data verzameld, maar er wordt ook wel gezegd, degene die de data kan sturen, die kan meebepalen wat er gebeurt. Zeg maar. Wat is nou de speler in het veld? Zijn jullie dat als Westport, die dan ook regie kan voeren? Kunnen jullie bijvoorbeeld zeggen met de data in de hand richting de retail van, ja, luister eens, jullie willen allerlei wensen hebben, dat kunnen we leveren, maar dat betekent wat voor de prijzen? Of hoe gaat dat? Regie voeren, vind ik, ik weet niet precies wat dat betekent. Ik weet wel dat op dit moment hebben wij in ieder geval dit opgepakt. En zijn wij de partij die er die het investeren zeg maar, in het ecosysteem en in de ontwikkeling van alles wat erbij komt kijken. Ik denk als slachterij in dit geval zou het ook mooi zijn als het in de meer landelijk wordt opgepakt. En het voor de Nederlandse standaard wordt bijvoorbeeld. Daar zou wij ook groot voorstander van zijn. Hoor. Ja. Maar nu op dit moment in deze fase van de ontwikkeling. Want het is natuurlijk nog echt wel een systeem in ontwikkeling. En we zijn pas net begonnen met het uitnutten van de mogelijkheden. Ligt die rol nu bij ons. Okay. Nodig iedereen uit om daarin mee te doen. Helder. Ik zie een eerste handje wat opgestoken. Dat is Nicole, maar die heeft denk ik een vraag uit de chat. Ga je gang, Nicole. De vraag komt van Jos de Loze. Hij stelt de vraag in jullie antibiotica-vrije levenconcept KDV+. Wat voor data geven jullie mee naar de Italiaanse afnemer? Of gaat het al naar andere landen? Nee, het gaat voor het grootste deel naar... We hebben wel wat andere klanten, maar voor het grootste deel gaat het naar Italië. En daar gaat mee naar onze werkwijze natuurlijk. Hoe wij borgen dat de varkens vrij zijn. Dat ze nooit enige vorm van antibiotica hebben gehad gedurende hun leven. En op die manier... En zij komen dat auditen, zeg maar. En ze komen dan kijken hoe dat systeem werkt. En dat komen ze regelmatig doen. Er zitten regelmatig checks waarin ze gaan kijken bij een levering ook van is dat allemaal goed gegaan en kunnen het reproduceren hoe dat is gedaan. Ja, en ze komen ook langs. Dan gaan ze ook boeren bezoeken en dan gaan ze gewoon vragen van hoe werk je hier nou mee en vertellen ze hoe het zit en hoe werkt het. Ja. Nog meer vragen via de chat, Nicole? Op dit moment niet. Is het nou ook zo, Jaap, dat zeg maar vanuit de retail aan jullie gevraagd wordt om gegevens te leveren, te onderbouwen? Wat je net vertelde over die CO2-footprint. En kan het dan ook betekenen zeg maar, dat een ontwikkeling is dat uiteindelijk ook bij de producent, bij de varkensboeren terechtkomt? Dat er bepaalde eisen worden gesteld en dat dingen aantoonbaar moeten worden gemaakt? Ja, weet ik niet. Op dit moment zien wij niet zozeer per se dat de Nederlandse retail nou hier koploper in is. Die hebben natuurlijk een beter leven eisen en de varken van morgen. Daar hebben ze handen denk ik ook al vol mee. Ik weet niet zozeer... We zijn wel bezig trouwens hoor, al een tijdje om dit hele verhaal ook Nederlandse retail neer te leggen. Maar je merkt gewoon dat die heel terughoudend zijn. Ze zijn natuurlijk ook bang als ze deze stap zetten. Dat ze natuurlijk ook aan ons vast zitten. En dat merk je altijd wel natuurlijk, die terughoudendheid.
Beter Leven is toch een publiekelijk of een systeem waar iedereen mee kan doen. Dus daar kan je natuurlijk van. Toch de vrijheid. Zij het beperkt, maar je hebt toch de vrijheid. En dat is bij een dergelijk systeem wat minder. Dus ik vraag me ook af altijd of de retail goed weet wat er dan speelt in de sector. En of ze daar ook, misschien hebben ze er ook wel helemaal geen beperkt maar interesse in. Als je zoveel producten hebt te verkopen natuurlijk. Dan ben je denk ik misschien wel blij dat je gewoon een beter levensstandaard hebt waar je bij aan kan sluiten. En, dus die actieve rol van de retail is misschien wat hoog ingeschat misschien door mensen. Weet ik niet. Oké. Denk ik. Frank, jij wilde reageren. Ga je gang. Ja, ik denk dat sterker in dit verhaal vind ik dat, dat je in feite op deze manier een methode hebt waarmee je data vastlegt en data ook uitwisselt en dat je er samen van leert. En ik denk dat de afnemers van Westfort en ook de afnemers van onze producten, die zijn denk ik gebaat bij, ze willen geen discussie hebben, ze willen geen calamiteiten hebben, ze willen geen trammeland hebben. Dus ik denk dat als jullie op deze manier in feite gewoon de traceerbaarheid, het terugkoppelen van informatie heel goed kunnen maken, dat jullie daarmee jezelf voorsprong zetten en dat je daarmee zeg maar ook jullie varkenshouders op voorsprong zet. Want dat is het laatste wat retailers willen. Die willen geen discussie, die willen geen calamiteit hebben en die willen geen discussie over hebben over producten die bij hun in het schap liggen. Dus ik denk dat dit is wel de toekomst, dat je heel snel data kunt uitwisselen en data kunt uitwisselen richting varkenshouders, zodat varkenshouders hun lessen uit kunnen trekken, maar dat je gelijktijdig ook data uit kunt wisselen als er wat is dat je heel snel terug kunt koppelen van hey, waar zit het en in kunt grijpen als het nodig is. Ja. En die transparantie, dat is een heel duidelijk verkoopargument, denk ik, bij jullie. Als je natuurlijk ergens bijvoorbeeld ook voor gaat betalen als retailorganisatie, dan vind je het ook heel fijn dat je goed inzicht hebt in dat het allemaal klopt en dat het ook allemaal werkelijk gebeurt. En dat soort dingen, dat helpt hier natuurlijk wel mee, dat inzicht. Ja, absoluut. En het klopt wat je zegt. Er zijn natuurlijk veel meer aan het sturen op het voorkomen van negatieve dingen. En dat willen ze graag heel erg dicht hebben gezet. Maar echt de nek uitsteken voor een extra positieve ding is toch nog een heel andere discussie. Gaat het toch misschien eerder op smaak of op gemak of op dat soort op verpakking of dat soort producten, zeg maar. Producteigenschappen. Ik heb nog een vraag uit de chat, denk ik. Nicole. Ja, een vraag van Mark Arning. Kan er via het elektronisch oormerk de afstand geregistreerd worden van vermeerderaar, vleesvarkenshouder en slachterij in verband met de CO2 footprint? Kan niet met die chip, zeg maar. Ja, of wel, net hoe je het wil zien. Kijk, de locatie van het dier is geregistreerd. En dus bij geboorte en bij verplaatsingen. En als je dus weet waar die was en waar die toe verplaatst is en waar die dan nog een keer naar verplaatst is, dan kan je natuurlijk precies uitrekenen inderdaad wat de afstand is geweest die heeft afgelegd. Ik heb te recent die berekening gemaakt en toen moet ik eerlijk zeggen, heb ik een iets kortere methode gebruikt. Maar dat is omdat we eerst even inzicht willen krijgen in die getallen ongeveer. Dus op termijn kan je daarmee dicht gaan zetten. Nu is het misschien wel grappig om te vertellen dat ik voor al onze KDV-deelnemers hebben we echt uitgerekend. En toen kwam ik uit op een gemiddelde van 88 kilometer. En toen heb ik eigenlijk gewoon van heel 2020 een postcode-analyse gemaakt. Dus dat is misschien van alle boeren waar ze zitten. Dus iets korter door de bocht misschien inderdaad. Maar klopt inderdaad, op termijn zouden we eigenlijk zouden het heel mooi aan de chipdata kunnen koppelen. En dan weet je precies, nou, dit vark heeft zoveel kilometer afgelegd. Ja, klopt, ja. Ja. Eigenlijk een leukere manier. Ja. Ik heb het nou wat simpeler gedaan, maar eigenlijk is het mooier om het werkelijk op die manier te doen. Goeie tip. Ja. De winter van avond. Meer van die tips. Ja, Nicole, jij hebt nog meer. Ja, er zijn nog twee vragen binnengekomen. Ja. Ik begin even bij de vraag van Jos. Jos de Loo zei, Jaap zei dat het systeem met elektronische oormerken duur is. Maar wat is duur? Dat is de eerste vraag. Wat is duur? Ja, inderdaad. Het is... Kan je dat wel een klein beetje inzicht in geven? Niet exact, want het is natuurlijk ook een klein beetje concurrentiegevoelig. Maar ieder big wat geboren wordt, krijgt zo'n chipje in. Dus je hebt het dan over de aankoop van de chip. Je hebt het over het gebruik van een reader. Die readers gaan in die stallen natuurlijk ook niet oneindig mee. Dat zijn best dure apparaatjes. Dan heb je toch gauw over richting de 1000 euro per apparaat.
waar je toch op een boerderij 1 of 2 nodig hebt. Nou, het oormerkje heb je, ieder big wat geboren wordt, eindigt natuurlijk niet bij ons aan de slachthuis. Daar zit natuurlijk ook best wel een uitval. Niet alle big koppelingen zijn perfect, dus er verdwijnt ook nog eens wat uit de keten. En er zit nog een stuk begeleiding bij natuurlijk, van de boeren opstarten, helpen erbij, zorgen, data-integriteit is heel belangrijk, hè, dat je wel iemand erop zet die controleert of wat er in die database staat ook werkelijk klopt. Klinkt simpel, maar als je 150 deelnemers, 160 deelnemers hebt, dan is er al gauw eentje bij waar misschien iets niet correct gebeurt. Dus je moet er checks op zetten. En ik wil ook nog wat met die data gaan doen. Dus daar heb je ook nog mensen voor nodig. Om dat om dat te gaan gebruiken en om daarmee aan de slag te gaan. En als je dan alles optelt, dan ga je al richting 1,5-2 euro per afgeleverd varken. Heb ik afgeleverd varken, hè? Niet bij geboren big, maar afgeleverd varken. Er zit natuurlijk een factor in. En wij willen de boer ook nog vergoeding geven. Die hier aan meedoen. En dat is dus geen geheim, dus 2 euro per stuk. Dus dan kan je al een klein beetje uitrekenen wat, als je dat optelt, wat het ons kost per jaar. Ongeveer over een aantallen waar we het over hebben. En, dus dan is het geen goedkoop systeem. Nee. Maar wat we natuurlijk hopen is dat we aan het eind van de rit zoveel inzichten gaan geven bij de varkenshouder, dat die besparingen alleen de besparingen al opwegen tegen de kosten die we maken. En dat misschien wel boeren zeggen van nou, ik wil gewoon graag dat systeem. Het gaat me niet om de vergoeding, het gaat me erom de data die ik mee krijg. Want die krijg ik op een andere plek en dan hebben we best wel echt de allerbeste data. Dat hoop je natuurlijk ook dat het op termijn naartoe gaat. Want wij kunnen dit niet blijvend vol financieren, zeg maar. Blijven investeren erin. Op een gegeven moment moet het ook wel een keer gaan renderen op die manier. En voor een deel gebeurt het ook wel, hoor. Voor een deel gebeurt het wel. En aan de afstandkant komt er al iets van terug natuurlijk in die verkoop. Maar dat is, dat moet je niet overdrijven. Het zijn voornamelijk hammen van een bepaalde selectie. En die kunnen we daar goed kwijt. Maar er is nog geen vierkante afname van. Nee. Nicole, je had nog een vraag. Ga je gaan. Ja, 2 inmiddels. Eva Hart die stelt een vraag. Oh, wacht, er komt een vraag onder weer. Dus het leeft nu goed in de chat. Eva Hart die vraagt, die heeft een opmerking. De leeftijd van het big varkens is bekend met het RIVD-oormerk. Komt er ook nog een advies over de leeftijd wanneer een big varken meer of minder rendabel is? Hebben jullie een leeftijd wanneer een varken niet meer geslacht wordt? Dus een aantal vragen in 1. Een leeftijd dat het niet meer geslacht wordt? Nee, die hebben we niet. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat je ziet wel outliners bij mensen, bedrijven, varkens, die gewoon toch wel jarig zijn. En ik vraag me af of alle varkenshouders dat voorheen helemaal helder hadden dat dat gebeurt. En daar had je natuurlijk veel eerder afscheid van moeten nemen. Dus ik weet niet of dat de vraag is. Maar die inzichten van op de plek waar het dus misgaat, dat krijg je wel. En dat het misgaat. Terwijl die cijfers, die puntenwolken die in sessie 1 bijvoorbeeld bij Hans in beeld was. Die heeft natuurlijk, die stuurt er misschien ook goed en heeft het misschien goed in de vingers. Maar toch, dat is wel grappig. Die heeft geen oude varkens. Die heeft zijn maximale leeftijd, ik weet niet precies wat het is, maar het zit rond die 170, 175 dagen. En ouderen zijn er niet. Dat zijn natuurlijk wel faalkosten die je eruit haalt, die slijpend zijn. Misschien is dat een antwoord op de vraag? Zou het zo kunnen zijn, Jaap, dat jullie dan vanuit Westwoord constateren dat een bepaalde leeftijd wordt overschreden en een waarschuwing geven? Van wat er iets aan de hand? Of bemerken jullie? Ja, dat zou op zich ook een goede tip zijn. Ook een leuke, ja. Oh, goh, je hebt nou 3 dieren die ouder dan 225 dagen zijn. Ga eens even checken, want volgens mij komt dat niet meer goed. Ja, er gaat natuurlijk nu veel veranderen, denk ik, ook door het keurregime wat extreem is aangepast. Waardoor ze veel strenger zijn geworden, het NVWA bij ons op de slachterij. En waar wij trouwens totaal geen invloed van hebben. Maar wat wel, dus ik denk dat varkenshouders sowieso veel eerder afscheid gaan nemen op een eerder stadium, omdat de kans op een boete is veel groter geworden. En dat kan je oneerlijk vinden of eerlijk, daar hebben wij ook geen invloed op. Dat is dat nieuwe richtsnoer waar je misschien wat over gehoord hebt. En als je dan een varken zo lang verzorgt, je hebt ook nog de kans dat die niet alleen af wordt gekeurd, maar is er ook nog een boete voor krijgt, denk ik dat men nog meer gaat verschuiven in een veel eerder stadium
zeggen, nou, dit varken gaat het niet redden, wordt niet rendabel, neem ik afscheid van. Helder. Nicole, dus, je had nog een vraag in de chat. Ja, kan. Janne Rut, onze ervaring is dat banken nog steeds financieren per dierplaats. Waar moet dan de extra financiële ruimte vandaan komen om de stal van de toekomst daadwerkelijk gefinancierd te krijgen? Ja, dat lijkt mij een vraag aan Frank, zeg maar. Want Frank heeft me net verteld dat die banken op een andere manier gaan denken. Maar dat is blijkbaar nog niet helemaal het geval, Frank. Kan jij hier iets over zeggen? Nou, op zich, ze proberen wel op een andere manier te denken. Maar ik denk dat je dat eerst even in die discussie even in twee stukken moet knippen. Aan de ene kant menen wij met het kerngetal productieresultaat een goed kerngetal te hebben om rendement meetbaar te maken. Dus bij verschillende cursus om te kijken van loont dat ook op die manier, zeg maar, om dat op deze manier te doen. Als je dan terugkomt op financierbaarheid van bedrijven. Financierbaarheid van bedrijven, dat is onder andere, is natuurlijk qua liquiditeit kun je de last afbrengen, dat is één. Dan stel dat wij met ons kerngetal weer te onderbouwen dat, zeg maar, het rendement voldoende is om de last te kunnen dragen. Dan zou je zeggen, nou, daar kan ik een vink achter zetten, die harde hebben genomen. Maar wat er ook nog zeker meespeelt, en dat is niet altijd weg te nemen, is bijvoorbeeld ook een onderdeel, is bijvoorbeeld zekerheden. En dan kan ik me voorstellen dat banken, zeg maar, gaan kijken ook naar een stukje financiering per plaats. Dus in feite, hoe wordt een locatie, hoe wordt een bedrijf getaxeerd? En in welke mate moet dat bedrijf gefinancierd worden? Dus de financierbaarheid van het bedrijf is niet met een kerngetal als productieresultaat op te lossen. Daarmee kun je rendement bepalen. En rendement bepaal je op basis van het totale vermogen wat je in het bedrijf gestopt hebt. Eigen vermogen of vreemdvermogen. Maar vervolgens zal die financier zal ook vragen om een bepaalde zekerheid. Dat ten opzichte van de financiering die hij of zij erin stapt, dat er ook voldoende zekerheden tegenover staan. En ja, dan kan het voorkomen dat daar, zeg maar, ondanks dat het qua liquiditeit rond te zetten is, dat qua zekerheid dat het niet financierbaar is. Dat kan. En misschien ligt daar ook wel een uitdaging voor overheid of andere partijen, dat als daar, zeg maar, een blanco deel in moet in dat bedrijf om te financieren, waarvoor wel rendement te halen is, waarvoor rendement aantoonbaar is, maar wat qua zekerheid moeilijk te financieren is, om dat op een andere manier, zeg maar, ingevuld te krijgen. En dan kun je denken aan borgstelling of andere zaken. Maar misschien als de overheid 30 miljard wil uittrekken voor een transitie van de landbouw, misschien kan ook een deel van die 30 miljard gebruikt worden om innovatie te stimuleren en om dus nieuwe stalsystemen die misschien een blanco deel in zich hebben, om die dus op die manier, zeg maar, alsnog gefinancierd te krijgen. Dus ja, ik snap wat Rut en Jan zeggen. Dat is natuurlijk mooi, Frank, hè? Dat als we de onrendabele top gefinancierd zouden kunnen krijgen. Maar even plat gezegd, wat ik begrijp van de vraag, zeg maar, is dat je nu de bank zegt, ja, op het aantal plaatsen wat je hebt, dan kan ik zelf uitrekenen wat ongeveer je rendement wordt, zeg maar. Terwijl die stal van de toekomst misschien wel minder dieren of minder plaatsen heeft, maar meer rendement kan hebben. En is die bank dan gevoelig voor dat verhaal dat jij vertelt, van, ja, maar dat is toch meer rendement. En heb je eigenlijk meer zekerheid dan als je uitgaat van het oude kentrol? Ja, maar wat versta je onder zekerheid? Zekerheid is aan de ene kant is dus op basis van rendement. Ja, op basis van rendement zul je met een goed kerngetal, met een goed onderbouwd verhaal richting rendement, zul je bank sneller op dat onderdeel over de streep kunnen trekken. Maar vervolgens zal die ondernemer bij wijze van spreken gewoon een taxatie van het bedrijf moeten kunnen overleggen. Of de bank maakt zelf een taxatie van het bedrijf. Wat is dit bedrijf nou waard? En stel dat dit bedrijf, zeg maar, een miljoen waard is, dan zal die bank daar 1 miljoen instoppen. In het verleden was het zo dat er waren zeughouders die bijvoorbeeld 2000 euro per zeug konden financieren. Die lasten konden ze dragen. Alleen het was op basis van zekerheden, op basis van waarde van het bedrijf ten opzichte van de financiering in dat bedrijf, was het niet te financieren. Dus dat zijn wel twee dimensies die dus lastig is. Maar dat is per bedrijf ook heel verschillend. Dat is ook afhankelijk van de mate hoeveel financiering zit op dit moment in dat bedrijf en hoeveel moet erbij komen. Maar ik realiseer me dat daar ligt een uitdaging. Maar er ligt misschien ook wel een taak of een ambitie voor de sector. Om daar, zeg maar, de voorlopers in de markt, om die daar comfort in te gaan bieden. Ja. Helder, dankjewel. Als daar nog aanvullende vragen over zijn door Jan en Rut, dan doe dat even via de chat. Daar komen we zo nog even op terug. Nicole,
Heb jij nog een andere vraag? Je had nog een vraag. Ja, van Mark Arnink, die vraagt: hoe zwaar telt dierwelzijn momenteel nog bij jullie afnemers? Dat zal dan weer een vraag voor Jaap zijn. Ja. Nou, daar kan je verschillende antwoorden op geven natuurlijk. Ten eerste heel zwaar, want als je laat zien dat je het niet goed doet, dan knikken ze je meteen uit. Dus dat is het allerbelangrijkste antwoord. En voor de rest denk ik dat ze zelf vinden, en misschien hebben ze dat ook wel gedaan, dat ze met Beter Leven en Scher natuurlijk ook wel een stap hebben genomen. En als we het hebben over de Nederlandse retail. En ja, als je naar kijkt naar horeca, denk ik dat daar, zodra de naam van de partij die het verkoopt anoniem wordt, even heel simpel gezegd, dan wordt het een stuk minder belangrijk. En dan, want ja, vooral de grote namen, die willen zich daar zeker niet negatief op onderscheiden. Dus die zullen toch alles aan doen dat ze daar niet negatief met het nieuws komen. Ja. Dus ja, als je het niet op orde hebt, heb je een groot probleem. Het wel op orde hebben is eigenlijk een voorwaarde. En dat is ook best wel vervelend, want het is ook incident gedreven. Dus als er een incident is, dan zijn ze, kunnen ze niet snel genoeg hun handen ervan aftrekken. Wat mij persoonlijk wel eens stoort, is inderdaad, als je als bedrijf zijnde sta je 365 dagen per jaar, sta je volledig open en toegankelijk en transparant. En op het moment dat er iets aan de gang is, dan zie je ineens dat mensen heel nodig, heel belangrijk vinden om in de media te vertellen dat ze direct de samenwerking hebben opgezocht, opgezegd. En ja. Ik was, nou, volgens mij had je gewoon die aantal jaren ervoor ook iedere dag toezicht, toegang gehad en alles kunnen zien. Dus waarom nu ineens een samenwerking opzeggen? Dus die reactie, dat merk ik aan mezelf, nu is meer puur persoonlijk hoor, maar de reactie van het schoonvegen en het een samenwerking opzeggen op het moment dat er iets aan de hand is, en dat zie je niet alleen bij vlees hoor, dat zie je overal terugkomen. Ik vind het langzamerhand een heel vervelend spelletje worden. Maar dat is meer persoonlijke ervaring. Ja, maar dat is natuurlijk de reactie van de consument daar vervolgens weer op. Die dan vervolgens stopt met kopen of niet. Zeg maar. Dus dat wordt de mediadruk. Dat is de mediadruk. Ze moeten wel, want anders staat er morgen in de krant. Dan wordt de CEO gevraagd, waarom neem je geen maatregelen? Maar dat is natuurlijk een fantastische vraag. Maar los van die incidenten, ja, zeg je van, ja, structureel wordt er wel om gevraagd in die diergezondheid. En dat is ook simpel. Ja. In Nederland kan je geen retail beleveren zonder Beter Leven en Ster. Dus ja, dat is, daar betalen ze ook voor. En wij denken, wij vinden het natuurlijk te weinig, omdat wij natuurlijk, dat ze niet iedere week alles netjes precies hetzelfde afnemen. De ene keer hebben ze veel dit nodig en de andere veel dat. Dus wij blijven vaak met spullen toch over, zeg maar. Hè? Dat is die zogenaamde vierkantsverwaarding waar iedereen het wel vaak over heeft. Mm-hmm. Dus het is voor ons een hele moeilijke business case om rond te maken, Beter Leven. Maar ze betalen wel meer. Dat is absoluut waar. Ja. Nicole, heb jij nog een vraag in de chat? Dat was de laatste vraag. Ik kijk nog even of Jan en Rut willen reageren op het antwoord wat gegeven is, of dat voldoende is, of dat er nog een vervolgvraag is. Ik zie geen handje. Ik zie ook Nicole niet roepen dat er een handje is. Dan ga ik ervan uit dat dat goed is afgehandeld. Als daar nog vragen over zijn, dan kunt u altijd via de mail nog weer vragen stellen. Hè. Dan gaan we die ook beantwoorden. Daarmee komen wij aan het eind van deze sessie. De zesde sessie alweer. Ik wil Frank en Jaap hartelijk bedanken voor de inspirerende verhalen van vanavond. Dank je wel. En jullie zijn ongetwijfeld ook beschikbaar voor als mensen toch nog bedenken, ik heb een vraag, en dan zullen we die aan jullie voorleggen. Dankjewel. Mooi dat het op deze manier kan, zeg maar. En ik hoop dat veel mensen dit nog even gaan terugkijken. Daarmee zijn we aan het eind van de zesde sessie, de laatste sessie. Dit was een ritme van 2 weken, u gaat het nog missen, denk ik. Maar er is een mogelijkheid op een vervolg. Ik heb dat even aangekondigd aan de voorkant al. U kunt gaan meedoen met de routekaart. Dat is een vervolg op deze sessies. En bij het opstellen van de routekaart gaan wij, voor als u zich aanmeldt, voor uw specifieke bedrijf vertellen wat het betekent als u het concept de stal van de toekomst, maar ik moet zeggen het bedrijf van de toekomst, als u dat zou willen toepassen en wat dat dan betekent op het gebied van investeringen, financiën. Dus dan heeft u het plaatje voor uw eigen bedrijf, heeft u helemaal compleet. Hè, wat Frank vanavond vertelde in algemene termen, wordt dan specifiek voor het eigen bedrijf. Maar dan moet u zich wel even aanmelden. En wij hopen dat een aantal mensen zich daarvoor aanmelden.
En dat kan via de mail die u gaat krijgen. Daarin zal het formulier opgenomen zijn en het verwijzing naar het formulier. En dan hoop ik dat ik u terugzie bij een van de sessies. Nee, als u meedoet bij twee, bij allebei de sessies op dinsdag 25 januari en dinsdag 22 februari. De timing is een klein beetje ongewist, want het zal zeker niet van 8:00 tot 18:00 zijn. Maar we moeten de precieze tijd moeten we nog even vaststellen. Maar het is wel zo dat dat wel een aantal uren duurt en ook wel wat huiswerk vraagt om een aantal dingen voor het eigen bedrijf in te vullen. Dat moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Maar dan heeft u zeker een handvat om te kijken van of een concept als dit in uw situatie van toepassing kan zijn en of dat meerwaarde voor u heeft. Dat gezegd hebbende, meld ik nog dat we het verslag op de website zetten, net als altijd. En de verwijzing naar deze uitzending, u kunt nog weer terugkijken via de stream en het YouTube-kanaal van Kiemt. En dan wil ik iedereen hartelijk bedanken dat jullie hebben meegedaan aan deze sessie. Ik vind het mooi dat in deze sessie toch altijd tussen de 20 en 35 mensen live aanwezig zijn en dit met veel interesse volgen. En we merken ook dat dan weer een vervolg heeft. Jullie delen het op een of andere manier ook. En er zijn ook heel veel mensen die dit terugkijken. Dus ik ben blij met die aandacht en dat het in ieder geval in een behoefte voorziet. En wij hopen ook echt dat we samen met de sector hier een volgende stap in kunnen maken. Dank jullie wel allemaal. En graag tot ziens bij de routekaart. Mocht u nou niet meedoen aan de routekaart, dan helemaal aan het eind, op 23 maart, noteert u die datum, dan zal er een slot-event zijn. En daar is iedereen weer van harte welkom om daaraan aan deel te nemen. We kunnen op dit moment niet zeggen of dat digitaal is of dat fysiek gaat worden. We hopen op fysiek, maar dat gaan we zien. Maar in ieder geval heeft u dan nog weer de gelegenheid om alle resultaten die zijn geboekt, dan weer, om daar weer kennis van te nemen. Hartelijk dank en ik zie jullie graag weer. Tot ziens, fijne avond.